Boa noite, Uchanang. Meu nome é Geraldine e amo também ler um papiamento para você. Goedenavond, kinderen. Mijn naam is Kinyan en ik ga voor jullie in het Nederlands lezen. Ah, we nog te lezen voor die e-boekje Koima Kaku Kutobi e Pluma di Flingo. Vanavond zullen we het boek lezen Apenstreken met Toby, de vleer van Fingo. Toby e macaco tá morto na sonho. E tá dormituxi denso palo. Toby tá sonha com cacho grande de bacoba ele. Pouco a pouco e tá esperta. Isto um hambre mitim, Toby tá pensa. Toby de aap ligt te slapen. Hij ligt lekker in zijn boom. Toby droomt van een grote gele tros bananen. Langzaam wordt hij wakker. Wat heb ik een honger, denkt hij. Zullen we kijken wat er nog meer gebeurt? Ik doe de volgende pagina. Ja. Kijk maar. En Cassandra. Oh, Mish. Mish. Sisi, bisa numa, Dushi. De Manuel. De Manuel, papia numa. Kiwa que bisa? Wat wil je zeggen? Dat hij is een kik op zijn hoofd. Hij heeft een kikker op zijn hoofd. Dat klopt. Nou willen we jullie vragen of jullie wat dierengeluiden kunnen doen. Dat kom, macaco, Suzanida, ta. Kikus. Suzanida, van A. Nou willen we je heel aan. Botawa, ta sa. Ku un flamingo, ta nanse, shinishi. Bosanta, ta sa, ko was hij? Si, botawa, ta sa. Ja, wist ik. Dat wist ik. Oké, dan kunnen jullie voor volgende keer een flamingo knutselen. Kijk, weten jullie al hoe je dat gaat maken? Hoe ga je dit maken? Ayo, teja sabra. Ayo, teja sabra. Doei. Ayo.